Hallo sappigeleertjes van Justus Perkerman, dus welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Soundtrack Top 10. En deze keer gaan we van Pokémon af, deze keer gaan we een andere game, de soundtracks van, ranken. En dit keer is dat Professor Layton, en ik ben weer niet alleen, nee, ik heb de hulp gevraagd deze keer aan Sander van Gaming SB, die je misschien wel kent van de Let's Race die wij doen op ons kanaal en de Let's Race die wij doen op zijn kanaal. Ik wil jullie weer vragen, mochten jullie het niet eens zijn met deze top 10, wat jullie top 10 dan is. En of jullie die in de reactie willen zetten. En dan gaan we snel beginnen. Op nummer 10 staat de Battle Team van Layton en de Verborgen Toekomst. En ik vind het zo'n lekker teampie, want het is lekker druk en energiek en vrolijk. En ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe ik meestal ben. Dus ja, ik vond het wel goed bij mezelf passen. Dus ja, dan... Ja, vond ik dit liedje ook wel leuk. Nummer 9 is Pongi. Dit liedje komt uit De Erfenis van de Azran, de zesde Professor Layton game. En ik vind deze best wel vet. Je gaat op een gegeven moment naar zo'n eiland toe. Ik zal niet te veel spoilen, maar je gaat naar zo'n eiland toe. Waar mensen allemaal helemaal rare dingen eten. En eruit zien als paddenstoelen en huizen zijn paddenstoelen. Dus een heel vreemd eiland. Maar dit liedje moet me altijd aan jungle denken. En ik vind het gewoon een heel tof liedje. Op nummer 8 staat deze team, dat is de puzzelteam van het Masker der Wonderen. Wat ik een hele leuke game vind, maar de puzzelteam is ook echt eentje dat je denkt eigenlijk van, je wil een puzzel oplossen, maar je zit eigenlijk zo van, oh deze team is zo lekker, ik wil eigenlijk gewoon nog verder kloten terwijl ik het antwoord weet. En ja, het is een beetje, het heeft ook weer wat weg van de oude. En ja, dat vind ik ook vooral leuk, dat je toch weer een beetje dat nostalgie terug... Direct als het ware. Op nummer 7 staat Montidor. Montidor is een stad waar je naartoe gaat in de vijfde game, namelijk de Miracle Mask, ofwel het Masker der Wonderen. Ik vind dit best een leuk liedje ook, omdat je het heel vaak hoort. Je bent heel vaak in die stad, je hoort het liedje heel vaak. En ja, altijd als ik dat liedje hoor, dan een goed gevoel krijg ik daarvan. Op nummer 6 staat bij mij Professor Layton, de teamsong van De Masker der Wonderen. Omdat dat een beetje de Rollercoaster Tycoon 3 begin heeft. Summer Air heet die volgens mij. En dat vind ik wel een lekker begin. En dat doet me denken aan ja, ver terug in mijn tijd. Toen alles nog beter was. Ja, nee, ik vind het gewoon een nice nummer. En ja, nou, dat doet me denken aan Rollercoaster Tycoon 3. Wat ook een heel leuk spel is, vind ik. Op nummer 5 staat De Bostonius. Ook dit liedje komt uit De Erfenis van de Azran. En ik vind dit een heel leuk liedje. Gewoon heel gezellig. Ja, niks aan de hand liedje. Vind ik gewoon, tussendoor komt hij best vaak. Ik vind het gewoon een lekker liedje om naar te luisteren. Daarom staat deze ook op nummer 5. Op nummer 4 staat de puzzelteam van de verloren toekomst. Vind ik ook heel leuk. Hij lijkt ook een beetje op degene die bij mij op 2 staat. Spoiler alert, te laat, boeit niet. Dus vandaar dat ik deze op 4 zet.
Op nummer 3 staat Objection van de game Professor Layton versus Phoenix Wright. Ik heb deze gekozen omdat ik dit heel spannend vind. Je weet dat er iets gaat gebeuren. Je weet dat ze een grote ontdekking doen. Daarom heb ik dit liedje erbij gekozen. En het is natuurlijk ook een Professor Layton game. Ook al niet, is het niet van de main series. Toch hoort deze bij. Dus vandaar dat deze er ook in zit. Op nummer 2 staat de Professor Layton Puzzle Team van de tweede game. De eerste Nederlandse game. Het is natuurlijk Professor Layton en de Doos van Pandora. Jee. Die game heb ik ook het meest gespeeld direct. Dus ja, en hij lijkt natuurlijk best wel weer op de vorige. Maar ik vind dit toch nog net even iets beter. Hij heeft net, ja, iets meer snelheid ook. En ja, het is gewoon, ik heb deze het meest gespeeld. Dus het is ook wel logisch dat die dan op nummer 2 staat. En op nummer 1 staat Isla Paloma. Ik heb Isla Paloma gekozen als mijn nummer 1, omdat ik dit zo'n tropisch gevoel geef. Ik moet denken aan palmbomen en ik vind dat stukje uit de game, Erfenis van de Asteland, vind ik ook heel vet. Dat ze die eieren gaan zoeken. Het is fantastisch. Vandaar dat ik deze als de machtige nummer 1 heb gekozen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze geweldige aflevering weer. Ik wil ook Sander bedanken voor het helpen van het maken van deze lijst. Mochten jullie een suggestie hebben van welke top 10 soundtracks je volgende keer moet doen, laat het weten in de reacties. En misschien dat dat wel gaat gebeuren. Ook ben ik met Anouar van Totally Utopia met iets bezig wat we willen gaan maken. Dus jullie krijgen sowieso nog meer soundtracks top 10 te zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.